Ruim 100 mensen kwamen donderdagavond af op het verkiezingsdebat in de hal van het Dongense gemeentehuis. Aan de hand van twee stellingen konden de 6 lijsttrekkers het achterste van hun tong laten zien. Hoewel er de laatste maanden sprake is van een ijzige sfeer en een diepe kloof tussen de oppositie en coalitie, lieten de heren zich niet verleiden tot opzienbarende uitspraken. Ik vond het een goed debat. Goed dat we met elkaar even hebben kunnen uitwisselen zijn van standpunten. Ja, op het... De ware aard ook getoond van de personen? Nee, ik wou net zeggen, op het scherpst van de snede doe je dat natuurlijk net niet, want ja, net voor de verkiezing ga je dat niet doen. In de raad, als het over een onderwerp gaat, dan kun je echt op de inhoud er heel diep in. Ja, nu blijf je wat op de vlakte en probeer je elkaar toch wat af te tasten. Maar je zegt dus eigenlijk, partijen doen zich net voor de verkiezingen iets anders voor dan na de verkiezingen, als ze eenmaal de positie hebben. In zo'n debat is dat natuurlijk wel zo, want daar gaat het niet over wat vinden we van het MFC en ik moet een besluit nemen. Dan gaat het over aftasten van onderwerpen die je straks gaat gebruiken in de onderhandelingen. Hoe vond u het debat gaan vanavond? Nou, ik denk dat er een heleboel zaken aan de orde zijn geweest. Ik heb het gevoel dat in elk geval elke partij zijn punten heeft kunnen maken, naar voren kunnen brengen. Je kan niet altijd even concreet zijn natuurlijk, want er komt toch een lastige tijd op ons af. Maar ik denk dat er in elk geval een aantal belangrijke uitspraken gedaan zijn. Maar wat vond het publiek van het debat? Het debat op zich is heel goed. Alleen nu zie je alleen de buitenkant. Als je in de raadzaal zit, is het anders. Zaterdagavond vanaf 8 uur kunt u een uitgebreid verslag zien van de politieke avond in Dongen. In het programma Het Debat ziet u hoe de lijsttrekkers met elkaar de discussie aangaan en wat de toeschouwers ervan vonden. Zaterdagavond 8 uur, Het Debat.